Dit is toch een compleet andere wereld, dit? Alles ruikt naar stront. Er wordt gelogen. Er wordt gelogen. Haal ons weg, vlieg. Wat als je alles hebt gehad? Van kaviaar tot aan patat. Vraag dan jezelf nog maar eens af. Hoe moet je verder, hoe loopt de dag? Zelfs als je arm bent, ben je rijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Kijk naar de vrienden om je heen. Dat is toch rijkdom nooit alleen. Ergens, ver van concerten, premièreparties, champagnebaden en moderne riolering, ligt het Brabantse dorpje Nederweert-Eind. Daar woont en werkt de familie Berends. Vader Koen is varkensfokker en heeft de zorg over 3000 fokken en mestvarkens. Zijn vrouw Miranda doet het huishouden, helpt Koen in het bedrijf en voedt de kinderen op. De landelijke rust is bedriegelijk, want er staat de familie Berends een roze ramp te wachten. Gerard Joling begint, ook al is hij onderweg naar Gordon, met frisse moed aan de uitdaging. Ze hebben geen idee wat hen te wachten staat. Hi Paris. Carl, how are you? Hoe is ie? Waar gaan we nou terechtkomen? Ik ben net zo'n oude afgekeurde KLM stuur deze. Zo zie je er ook uit. In ieder geval een spiegel voor je. Oh, gaan we snuiven ook dan? Nee, dat doen we niet. Echt een beetje ruimte voor je gemaakt. We moeten. Zo de enige ruimte die ik voor je maak, kan ik je vertellen. Zo. Niet de hele dag die telefoon hoor. Ik heb er geen zin meer in. De familie Berends weet niet wie er komen logeren. Maar ze hebben wel zo hun voorkeur. Ik hoop dat het in elk geval bekende Nederlanders zijn die dat ik ken. Want zo heel veel keek ik niet televisie. Nou, Frans Bauer, dat leek me wel leuk. Ik hoop dat het niet Gordon is die komt, want die humor die is te flow voor ons. Gewoon een wonder dat jij ooit je rijbewijs hebt gehaald. Dat vind ik zelf eigenlijk ook, ja. Had je een kort rokje aan toen? Mijn algemene indruk van bekende Nederlanders is dat die dat gewone mensen zijn en die toch vrij aardig zijn. Altijd enkele uitzonderingen daar gelaten. Koen gaat bekende Nederlanders in de stal aan het werk zetten. En met mij zullen ze bezig zijn met de kinderen en met het huishouden. Waar zullen we nou terechtkomen? Als je aan bent, ik ga niet alles flikken hoor. Beste Gerard en Gordon, de koffers zijn gepakt en jullie reis kan beginnen. Jullie gastgezin woont in het zuiden des lands. Dus volg de A2 richting Maastricht. Krijg toch een einde. Dus ga toch niet naar Maastricht toe, hoewel. De familie Berends wacht op jullie. Ze hebben een varkensfokbedrijf in Nederweert-Eind. Oh nee. Dus kijk nog maar eens achterom en laat het stadse leven voor even achter jullie. Een nieuwe omgeving wacht. Varkensfokkerij, zal jij eigenlijk wel thuis voelen? Dat is echt om 5 uur. Gaan we toch je familie nog een keer opzoeken, Gordon? Zal het er stinken? Ken ik er hier nog van af? Zal het daar stinken? Baba! Oh nee, vreselijk zeg. Die mensen vinden het ook wel misschien helemaal niet leuk dat we komen. Het liefst geen kinderen, het zijn gewoon kleine kinderen. Aan een dikke wagen in ieder geval. Oh, ben ik nou toch allemaal gewonnen, zeg. Nee. Nou, even leuk doen. Moet je even kijken wie erin zit, of je die kent. Ik weet natuurlijk ook niet wat zo overkomt. Die mensen weten echt niet wat er gebeurt. Een hele goede goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Valt dat even tegen? Wat hadden jullie in jullie hoofd? Hallo. Hallo. Ik ben Gerard, aangenaam. Hallo. Hoi Gerard. Goeiedag. Hey, hallo. Hallo. Hoi. Het hele gezin is compleet. Hallo. Dag schatten. Dag, ik ben Gordon. Waar had je op gerekend? Zeg eens eerlijk. Waar heb ik op gerekend? Op jullie. Serieus? Ja. Nee, meen je niet. Ja. Mag ik even van jullie toilet gebruik maken? Ja, natuurlijk. Ja. En dan krijg ik ook koffie. Echt waar? Ah, ja, dat is hartstikke leuk. Dat is het enige zeker. De komende 3 dagen. De rest moet je, de rest moet je voor werken. Oh, ja. Nou, dan gaan we eens eventjes binnenkijken. Ja, waar gaan we heen? Oh, dat is het...
Wij slapen in de stal straks nog zeker, even netjes neerzetten hoor. Wij slapen zeker in de stal. Nee. Hoe naar uit? Oh, die van jullie zullen niet smerig zijn. Nee, die van ons zijn dan brandschoon. Ja. Oh. En de laatste weken zijn jullie niet in de varkensstal geweest, denk ik nee. Nee, oh. Valt al even mee. Een paar jaar geleden. Wij mogen oppassen, want ik moet zo. Is er links? Ja. Ik vind het wel leuk dat jullie een paar nachtjes een logeetje in huis hebben, dat wij hier komen. Ja? Zo, hè? Nou, ik heb even wat geloosd. Doden staat daar. En zeker doden staat er, ja. En zou je denken dan dat een ander woord staat? Dat heb je op je hals gehaald, hè? Denk, hoor ik je denken. Ik zag je man helemaal wit wegtrekken dat we het ervoor kwamen rijden. Wisten jullie wel dat jullie terecht kwamen? Nee. We kregen onderweg een brief. De auto en jullie moeten daar en daarheen. Goed. En zijn jullie maar niet omgedraaid? Nee. Zouden we het gewenen natuurlijk. Hey, goeiedag. Goeiedag. Ik ben Gerard. Hallo. Hallo. Ik ben Vossen. Dag Henk. Hey, Gordon. Ik ben Vossen. Jij bent de... Medewerker hier. De medewerker. Leuk. Leuk, hè? De stalknecht. Ja, de stalknecht. Interieurverzorger. Het is wel een verwennig gezin met vier kinderen. Ja. Ja, wij wonen alle twee alleen natuurlijk. Ja. Zo. En is het zwaar werk, varkens houden? Ja, dat valt wel mee. Valt wel mee. Maar het is echt alleen fokken, hè? Ja, fokken en ook afmesten tot... Hoe gaat het in zijn werk? Laat je dan echt met ze met elkaar doen of spuit je dat in? Insemineren. Insemineren, maar dat zal Henk jullie wel leren. Ik word nou al gek. Maar het sperma moet er toch uit ook? Uit die varken vandaan? Ja, dat moet hij doen, hoor. Daar is hij heel goed in. Ik weet niet of die beer allemaal wel. God. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd waar we slapen. Ja. Jullie moeten de kamer vrijmaken. Wij hebben maar twee slaapkamers voor de kinderen. Nee. Oh ja? Dus we gaan in volksvlucht. Tenminste, als jullie samen in één kamer willen, dan moeten we even een babybedje omheuzen. Ik ben wel benieuwd. Anders pakken we even de koffer uit. Zetten we die anders eerst even in de slaapkamer neer. Of ons even spullen uitpakken. Moeten we even kijken waar we, terechtkomen. Komen de twee nachten terechtkomen. Ja, nog maar die kamer. Oh, dit is jullie kamer. Nee, hier moeten jullie slapen. Nee, gezellig. Nou, daar pas ik niet in het bed. Nou, ik denk wel dat je erin past, maar ik denk dat het bedje niet houdt. Maar probeer dan weer op een leuke manier onderuit te komen. Ik vind het goed. Kijk uit, die verslaat hier. Niet schelden die kinderen. Nee, dat mag je niet doen. Ik ga hier wel in liggen vanavond. Ik vind het wel hele lieve mensen, moet ik zeggen. Schattig. Maar het is wel... Overal het is... vliegen en die lucht. Ik kan er niet tegen. Nee, dat vind ik... Nee, ja, goed, oké. Ik zeg nu nog niks, maar ik denk dat ik dit geen drie dagen vol ga houden. Toen ik zag dat die twee kwamen, toen dacht ik, wat zal dat worden in die stallen? Lekkere stront-silo. God. Ik ga even zijn of er nog een leuk type ergens uit het land vandaan komt. Zo. Kijken of er nog een beeldige boerenknecht ergens er eigenlijk. Zoals ze op tv doen, zo doen ze echt nu nog. En of we iets daaraan kunnen veranderen of dat ze er iets van meenemen, dat vraag ik mij af. In een groen knollenland, daar zaten twee homo's heel parmant. En de een die blies de fluit, en de ander sloeg de trommel. Oh. Hij moet er vanavond wel ergens wat gaan drinken. Gewoon. Nee, ik ga wat drinken. Zitten. Ik ga me zo lam zuiveren. Ik heb niet merkt dat ik hier lig. Wat een aanfluiting. Even een aanfluiting. Straks in Joling en Gordon over de vloer. Ik ga echt bijna over mijn nek, jongens. Echt, sorry hoor. Ik word helemaal gek hier. Sting naar de ammonia. Het slaat echt helemaal overal op. Een beetje verder. Het is net of ik seks met mijn werkster heb gehad. Ja! Oh, is dat voor schnaffelen? Hier gaat altijd gedaan. Hey, ik heb een rustige film van dit, want lelijker als dit kan het niet meer worden, hoor. Dit is mijn huis. Tot zo. Gerard en Gordon moeten de komende drie dagen op een varkensfokkerij doorbrengen.
Voordat het loodzware werk begint, krijgen ze eerst een rondleiding van boer Koen. Je kunt die dingen net zo goed weghalen, het helpt toch niet. Er zijn toch zoveel mensen die overal vliegen. Dan nog niet, nee, dan helpt dat niet. Oké, veel plezier. Doeg. Zo, ga ik nog. Wie van jullie heeft de beste kok? Ik. Hij kan goed koken. Zal ik lekker koken? Pannenkoeken dadelijk om te beginnen. Gaan we pannenkoeken eten? Ja. Heerlijk. Heerlijk, ja. Dat kan ik bij me maken. Het zijn maar 1800 calorieën per pannenkoek. Het is allemaal super schoon, hè? Ja, dat moet ook. Nou, dan staat er nog geen Dolce & Gabbana op. Dat zet je goed. Zullen we eerst even naar de zeugen gaan kijken? Ga je ramen lappen? Nee. In die emmer zitten medicijnen in. Ik kan wel in jouw kruis. Warm ook. Ik ga echt bijna over mijn nek, jongens. Echt, sorry hoor, maar... Oh, het is ammoniak. Ja, het slaat echt helemaal op je ogen. Mijn haar slaat helemaal wit uit. Welk haar? God allemachtig, zeg. En wat mag je dit doen? Het mist opruimen. Kijk, zo hoort het. Ja. Hij voelt zagen er gewoon te goed voor. Ik word helemaal gek hier. Het enige wat ze doen de hele dag door is eten. Ja. En voor de rest staan ze maar gewoon. Ja. En jullie insemineren ze hier? Nee, in de dekafdeling. In de dekafdeling, ja. Oké. Dan komen we dadelijk hier. Kom eens even wakker. Hup. Ja, doe eens even je ding. Oh. De lucht, zeg. Zo, deze is het helemaal gescheid hier, zeg. Kijk dan, Gordon. Oh! Oh! Gaat de beer er nu uit? Ja, de beer is allemaal over hier langs. Dan doen we die zeugen op berigheid controleren. En als ze berig zijn, dan blijven ze staan. Kijk, deze zeug die staat, hè. Ja? Daar kun je gewoon op gaan zitten, die is berig. Berigheil. Ja. Ja, zo klink ik nooit in het weekend. Of niet? Ja, als je nog niet oploopt. Zo jongens, dit wordt een mooi biggetje. Zoek de verschillen. Door een gulle kop. Dat is een hangje oploopt. Oh, wat een schatje. Mag ik? Oh, wat is leuk. Lief, hè? Mijn schat. Oh, wat leuk. Hoeveel werpen ze er gemiddeld? Dat is 12, hè? 12, hè? Ik wil kijken, staan. Hoe lang is de dracht van de varken? 16 weken en 2 dagen. Dat is niet te geloven. Ah. Ja. Het vreet de hele dag door, hè? Ja. Wat dat betreft, kan je hier wel gaan wonen. Ik heb wel trek in een lekker wijntje. Dat is hier niet, hè? Dat is wel wat vroeg eigenlijk, hè? Nou, de 5 zit in het uur. Ja. Nou, ik spuit mezelf helemaal onder met vloeibare zeep. Ik denk hier even lekker fris lucky scheppen, maar het ruikt hier ook zo. Niet klagen, maar dragen. We zijn het weer allemaal gonnen. Het stinkt naar de ammonia. Het slaat echt helemaal overal op. Niet normaal. Alles. Het is net of ik seks met mijn werkster heb gehad. Als je dan komt en dan zie je ja, die mensen natuurlijk zo ontzettend enthousiast en lief en warm. En die werken zo hard met al die spulletjes en die varkens en dan 4 kinderen. En dan denk ik van, ik word al moe als ik eraan denk. Ik word echt moe van als ik aan denk. Ik zie dat we natuurlijk enorm verwende nesten zijn. Zowel Gordon als ik zelf, laat ik voor mezelf praten. Maar dan denk ik, ja, ik geloof wel dat ik in een bevoorrechte positie ben in dit leven. Dat ik denk van, nou, dat hoef ik dan niet te doen. Niet dat dat op welke manier dan ook minder waardig is, want die mensen gaan er absoluut voor. Maar dan zit je de hele dag in zo'n stinkstal. Het stinkt zo verschrikkelijk. En tuurlijk is je dat na een week ruik je dat niet meer, maar het moet wel een roeping zijn. Oh, de tafel is ook nog gedekt. Ja, ik heb nu wel een kaart. Nou, wat gezellig. Nu de kok nog. Ja. Ik ken mezelf. Als ik op een gegeven moment echt denk, jongens, het is mooi geweest, lolletjes ervan af en ik heb er geen kracht meer voor, pak ik zo de auto, ben ik weg. Dat heb ik met grote tournees in het Verre Oosten ook gedaan. Ik heb het op vakanties gedaan. Ik heb het vroeger dat ik met mijn ouders wegging, waar ik het niet leuk had, pakte zomaar koffer, ik was gewoon weg. En met een paar vliegen erbij.
Zeg je dat? Oh, met die schat is ze goed opgevoed ook. Ik zou het niet kunnen. Ik moet ook vreselijk lachen om mijn collega Gordon. Maar die loopt ook af en toe met zo'n sip gezicht dat ik echt denk, nou, die misschien moet ik hem er straks nog wel doorheen trekken. Ik weet het ook niet meer. Maar we kijken wel, joh. Nou, het is niet zo dat ik mijn dieet hier lekker voort kan zitten. Volgens mij heeft hij 6 pannenkoeken. Ze hebben rood aangelopen. Alles wordt vet gemest hier. Oh, dat arme kind. Pak jij hem even. Pak jij hem even. Oh, jongens, het houdt toch geen dag meer vol. Zal eens een doekje over zijn kopje halen? Hoort. Doe jij even wat aan het kind. Zo. Nou, vertel het maar. Dat is mama. Ik denk dat het voordeel nog is dat onze kinderen, dat die humor waar dat hun mee bezig zijn, ja, gewoon nog niet meekregen. Die zijn daar gewoon nog te jong voor, dat is nog het voordeel. Als mijn kinderen ouder waren, dan zou ik zeggen van jongens, dit kan niet. Een pittige discussie kregen we dan na deze dagen. En het zal alleen nog maar pittiger worden. Zeker nu de diva's op de kinderkamer moeten slapen. Nou, doe niet zo lullig. Je helpt me toch even mee. En waar kan het heen, schat? Dan moet het gewoon gelijk met de oude vuil? Dan moet het in deze kamer. Nee. Als nou eens even het bed even eruit hangt. Wacht even, die slimme matras. Ik zal ook een paar die matras doen. Oh, ja. Dat gaat niet. Eerst omhoog. Gewoon slaap hier. Kijk, die poten komen eruit, dus het is veel te klein op mijn matras. En ik slaap lekker hier. Rot voor je. Mama, ik ben gebroken morgen. Het is toch keihard? Zandmannetje heeft al zand in de oogjes gedaan. Ik zou zo kunnen slapen nu, weet je. Hallo. Ja, mijn slapen. Poepert wordt even schoongemaakt. Nou, dat is wel heel krap en heel intiem met Gerard op 2 matras op de grond. Maar ik doe gewoon net of het schoolreisje is. Als hij me niet aan me gaat zitten, maar weet je wat leuk is? Dat weet hij niet. Maar ik heb allemaal spullen bij de feestwinkel gekocht. Die baby wordt verschoond. Het stinkt er ook in de stront. Binnen. Het kleinste wordt verschoond, ja. Jezus. Gaan we de hele nacht doen, die grappenmakerij? Even kijken of het lukt of zo. Wat heb je gedaan? Stinkbom. Ik moet naar huis toe. Ik moet echt naar huis. Echt. Baby, luiverstrand. Varkenstallen. Koren naast me. Kan niet erger. Het is de grootste nachtmerrie die er bestaat. Iedereen ik vond hem verschrikkelijk. Nee. Ja, maar toch, je kan lullen, want heel die mensen wonen wel heerlijk hier. Hoppelijk! Deze mensen, valt er nog wat voor te zeggen? Ze heeft geen hulp in huis aan. Ze doen alles zelf. Ja, dat is toch bijzonder. Dat is geweldig. Ik zag me voor een prijs met ze willen ruilen, maar... Nee, ja, maar dat meen ik. Dan moet je toch ook net liggen op het boerenland. Lekker slapen. En die man werkt dus niet 5 of 6, die werkt gewoon 7 dagen in de week. Dan werken wij ook. Ja, oké. Okay, wel een paar uurtjes, maar... Ja, wel een paar uurtjes. Nee, die man werd echt gewoon zondag ook nog 4 uur, dus gewoon een halve dag. Lekker slapen. Wat verwachten we van morgen? Nou ja, we beginnen met stront schoonspuiten om 7:30. Dus ja, ik heb leukere dingen gedaan in mijn leven. Ja, maar dit is toch zo? Maar ik mis wel mijn huis. Ja, ik ook. Ik kan heel slecht van huis. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk als ik heel eerlijk ben. En als ik ergens heen ga, is het altijd 5 sterren. Proost, schat. Proost, jongen. Blote hond. De jongens vormen al een echt gezinnetje.
Papa zit op de bank te zeppen en mama brengt de kinderen naar bed. Moet je op de poot? Kom maar, schat. Kan je zelf je broekje naar beneden doen of moet ik dat doen? Zo. Hartstikke goed. Hoe is het met alle kindertjes? Oh jongens, vier koters in één keer. Wat wil jij eens, schat? Oh, je tut. Kijk eens. Dat rusten. Oeh, wat lekker. Jongens, luister. Julie Andrews is er morgenochtend weer. Cheerio. Je bent 32, je hebt vier kinderen al. Heb je het gevoel dat je wat gemist hebt in het leven? Ik ja. Al een intercity train door het leven. Ja, ja, ja. Is het een goede business, de varkens? Het is, je hebt de varkenscyclus, hè? De zeven goede jaren en de zeven magere jaren. Op en dan. Hoezo dan? Ik denk dat het net zo is als wanneer een hit scoren of geen hit. Ja, 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 ja. Zeven vet. En ben je nu in de zeven vet of zeven magere? Ik hoop dat we net uit het dal zijn gekropen. Oh ja, ja, ja. Naar die varkenspest natuurlijk. Ja, zijn, afschuwelijk is dat, hè? Die beeld ook op tv. Fred. Wij zijn ook geruimd. Nee, ja. Meen je niet? Alles hier vernietigd. Nee. Hebben jullie niet staan te huilen met z'n allen? Weet je wat we toen hebben gedaan? Ja, ja, dat was verschrikkelijk. S'morgens wou Koen niet opstaan. Waarom moet ik nog opstaan? Toen was dus alles weg. En toen zegt hij, weet je wat? We gaan naar Canada. En toen zijn we naar het reisbureau gegaan en toen zijn we maar woensdags geruimd. Donderdag zijn we gaan boeken, maandag zijn we vertrokken, zijn we 14 dagen in Canada. Met de kinderen? Nee. Toen met z'n tweeën? Met z'n tweeën, ja. Dat was echt verschrikkelijk. En dan gewoon om politieke redenen. Terwijl, want, niet misschien hadden die varkens dan niet eens allemaal. Nee, wij hadden een gezond bedrijf. Hier over het kanaal, dat was een ziek bedrijf. En dan zeggen ze in een straal van 3 kilometer, dan ruimen we alles op. Hé, hey, Koen, ben je er weer? Er is al een wijntje voor je ingeschonken, man. Hé, hey, Koen, wat vind je er nou van dat wij hier zijn? Red je het een beetje? Trek je het? Ja, ik red het wel, ja. Jawel, hè? Ja. Ja. Maar het irriteert je nog niet, hè? Nee, nog niet. Net begonnen. Nou ja, komt er nog zeugen bevallen vannacht, denk jij? Of straks? Of... Ik weet het niet. Dat zien we dadelijk. Maar jij bent net daar niet meer langs geweest? Nee, daar ben ik niet meer geweest. De kraamkamer. Ja. Met jullie? Dan gaan we nog even kijken of dat zuigen aan het biggen zijn. Kom, dokter. We gaan even door. Ik hoop dat het bevalt. Twee, vier, zes, zeven, zei het er. Denk je dat er nog eentje uitkomt? Of ja, er komt er nog meer. Het blijft maar net zo lang staan dat er nog eentje uitkomt. Ja, 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 ja! Ja. Oh! Jezus. Oh, schattig, hè? Wat een klein ding. Moet toch even een beetje zaaksel neergooien. Goed gedaan, dokter. Mooie bevalling. Dokter Bernard, u moet me zeggen. Sterft zo'n varken nou van de pijn of valt dat wel mee? Nee, dat valt wel mee. Het geluid er. Kijk, ik denk dat er nu wat gaat komen, jongens. Kijk eens eventjes. Haha! Ja hoor, het is toch ongelofelijk, dames en heren. Hij heeft net gedronken, zie je dat? Leuk, Gorn is laatste single. Oh, we gaan met je moeder toe. Nou, mensen wel trusten en tot over een paar uur. Ja. Zij zit meer dan een uur of 1,5, 2 al gewoon. Dat ik even tv kijken. Tot een uur of 1 mee zo, ja. Kijk dan. Hoe ik schrik is. Deze moet er eigenlijk bij. Shit spray. Het is echt, jullie moeten echt een lintje krijgen, hoor. Echt, ja, dat meen ik. Hebben wij niet nodig, hoor. Nee. Nou, jullie krijgen van mij een hele rol als ik hier vandaan kom. Ik ben gebroken. En bedankt vandaag alvast voor de gastvrijheid in ieder geval. Slaap goed. Gadverdamme. Heb je dat in ingelegd? Hij is naar een fopwinkel geweest. Ik word er toch niet goed van. Die verslaaier is het nou. Wat heb je nou nog meer geflikt? Het is zo kouter, is het. Heb je nou weer geflikt? Wat heb je nou weer geflikt? Nee, ik heb niks geflikt, hoor, schat. Wil je lijden? Godverdomme, vannacht gewoon in de kinderkamer. En Michael Jackson zou er een moord van doen. Ik kan me reet niet keren hier.
première van Batman is begonnen. Wat een lucht hangt er hier, zeg. Is echt niet te geloven. Jongens, wel rusten. Doei. Jij ook. En je weet het, hè. Als je niet kunt slapen, biggetje stellen. Nou, ik vind het in ieder geval ontzettend lieve mensen. Zie ik al die kinderschoentjes staan. In de gang, al die kleine klompjes. En dan zie ik in het toilet, zie ik er al die kinderschoentjes. Denk jij dat... Mis je het dan? Nou, ik heb dan wel zoiets te denken van, ik heb alles in mijn leven. Ik ben rijk, ik ben gezond. Ik heb leuke mensen om me heen. En mijn moeder leeft nog en mijn familie is er allemaal. Maar ik denk, zo'n kindje vind ik dan toch wel heel leuk. Dat is wel, ja... Ja, ik weet niet of ik het mis. Wat een lucht hangt hier, zeg. Niet normaal. Dat is niet normaal. Ik krijg overal gewoon oude stinkende zweetsokken. Wat doe je nou, viezerik? Wat is dat nou weer? Ach, wat is... Wat is dat voor graflucht? Wat is dat nou? Ah, dat vind ik smerig. Dat is een strontlucht gewoon. Wat is dat dan? Laat eens ruiken, wat is dat dan? Ja, niet spuiten, laat eens ruiken. Dat nee, is dat dan? Zie je mij onder de nee, ruiten. Wat nee. Is dat dan? Strontlucht in een busje. Na een paar korte uren komt de zon weer op. Heel even lijkt het een mooie, kalme dag te gaan worden in het pittoreske Brabantse land. Maar de gruwelijke werkelijkheid is uiteraard dat Gordon en Gerard er zijn. Vind je het nog steeds leuk, Gordon? Ik heb koud. Je ligt gewoon voor een open raam hier, zou ik niet kijken. Wat heb jij gedaan? Omdat jij met die vieze spuitbussen loopt te spuiten s'nachts. Dan moet je goed luisteren, overdag is het geen succes. Maar je nest uit, de katten die blazen naar je. Nou, maar ik ben er niet meer uit. Ik heb een gevoel dat ik opgebaard ligt zo koud als het hier. Wat een feest. Gerard heeft geen oog dicht gedaan. Die was de hele nacht wakker. Maar gelukkig is dat hem niet aan te zien. Hey, ik heb een rustige film van dit, want lelijker als dit kan het niet meer worden, hoor. Kijk, niet liggen met z'n in pinopit. Oh, ik ga naar mijn moeder toe, hoor. Ik heb er geen kracht meer voor. Is koffie? Thee? Lekker. Heb je koffie? Ja. Lekker. En de kinderen slapen nog. Ja. Weer de hele dag. Nou, dan gaan we zo aan de slag. Hè? Ja. Ja. Weet ik wel. Half acht. Gerard is echt gebroken. Die kan niet meer. Die moet de hele nacht horen spoken. Gebroken of niet, toch moeten de mannen er weer volop tegenaan. Geluid ook. Ik kan wel janken, echt waar. Ik ben aan het bellen. Geluid. Ik kan het niet tegen, ik word er niet goed van. Gaat het, Koen? Doe je dit elke dag? Ja, dat doe ik elke dag. Het geluid van de varkens breekt door de geluidsbarrière. Maar bij Gordon breekt er ook iets. Ik zit dit elke dag gewoon doen. Ja. Moet je goed luisteren. Ik ben zo gelukkig. Dank je wel, God. Ik realiseer me des te meer.
sta gewoon te janken. Hij is zo enthousiast, die Koen. Het is niet te geloven. Het is gewoon alles bij elkaar, denk ik. Het is zo bewonderenswaardig van die mensen. En dat ik zo gelukkig ben. Ik mis mijn huis. Dat is toch erg? Wat gaan we nu doen? Ballon varen? Dan kunnen we niet even naar de Prada-winkel ergens. We gaan de beren nu ervoor laten. En dan gaan we de zeugen die staan, gaan we nu insemineren. De beer is los. Dit hier in het pipet. Doen we een slangetje op. Een beetje paraffine, dat is een beetje vleemiddel. Dan de zeug. Dit potje sperma. Er zit 3 miljard zaadcellen in. Ja. Dat is nodig voor de zeug goed te bevruchten. Nu gaat het. We moeten de zeug op gaan nemen als het goed is. Dat is geïnsemineerd. Dat moeten wij dus gewoon nu doen. Ik doe die, doe jij die. Goed? Ga maar zo'n ding. Wel goed mikken, Ger, dat je niet aan halen insteekt. Vieze rik. Ja. Deze moet ik doen, hè? Net als thuis. Doe ik het goed zo? Zo, een beetje verder. Ik vind het wel heel ver gaan dit, hoor. Jullie niet? Ik vind het echt zo goor. Zij is zo vochtig, er is niks voor nodig. Nou, dan duik jij erop. Heb je ook eens wat? Er is een wijn de beurt. Nou, ik zou heel graag even mijn handen willen wassen. Ik heb gewoon staan janken net. Ik heb net een varkenskut in mijn handen gehad. Het was een heerlijke, voorbeeldige ochtend. Hè? Ik had al heel goed geslapen, dus ik heb het helemaal naar mijn zin. Ja, jij ziet eruit alsof je echt onder een trekker mee hebt gelegen vandaag. Ja, dat gevoel heb ik namelijk ook. Ja, ga het even doen, hè? Ja. Je mag het ook nog doen, hoor. Zou ik het mensen ook nog doen voor je haar? Welk haar? Dat synthetische krijg je er echt niet meer uit. Ik heb gewoon een of andere allergische tyfus opgelopen in die stal. Ja, echt. Mijn hele neus, mijn ogen, alles brandt. Mij doet het, mijn ogen branden ook en mijn neus. Als ik Gerard in de stallen zie, dan moet ik zeggen dat die veel meer geïnteresseerd is. Die bleef ook langer. Gordon die vlucht er toch wel zo snel mogelijk uit. Dat zal misschien ook met zijn allergie te maken hebben. Dus ja, dat denken we dan, dat hij een allergie heeft. Ik doe dit ook tot vandaag en dan heb ik het. Ik ga hier nog een nacht slapen. Dat verdomme ik. Doe ik echt. Even afgesproken. Kijk, dat moet je lekker zelf weten, Gordon. Dan bel je maar iemand op. Nee, ja, iemand op ik die dan. Ik doe het niet gewoon. Ja, dan loop je naar de zeiken, man. Het is maar twee nachten in je leven. Maakt het nou uit? Ik denk dat je bekende Nederlanders echt niet over één kam kunt scheren. Vooral omdat je al duidelijk verschillen ziet tussen Gordon en Gerard Joling. Ja, de ene is lui en de ander werkt liever ook niet. Ja! Ja! Verdorie. Ik krijg geen zondere spijsjes. Ja, spijsjes is ook lekker. En zelf gestoken? Die wil jij nou zelf of niet? Dit is de eerste soep die ik moet snijden. Maar is het normaal nooit iedere dag zeg maar om 7 uur op? Nooit? Echt nooit. Als hij 1 keer om 7 uur op moet, is hij 3 dagen verslag. Ja. Serieus. Moeder, waarom heb je je bord niet leeg? Binnen te stouwen. Nou, dat ik het niet wegkrijg, vind ik genoeg. We krijgen nog wat. We hebben net ook een broodje zitten eten. Het ziet er niet uit. Dat is eigenlijk geen goed voorbeeld voor de kinderen. Nee. Maar ja, die zijn toch al verpest, dat maakt niet uit. Ze gedragen zich niet fatsoenlijk in onze normen en waarden.
om die term eventjes te gebruiken. Ach, wat heerlijk zijn hutspot. Nou, hutspot had je zomer. Nee, ik weet niet wat je gedaan hebt met die wortelen, Miranda, maar... Ik heb 4 jaar op de kokschool gezeten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik mag eigenlijk niet, weet je. Je mag nooit de frieten gooien. Dat is niet netjes. Oh, dan doe ik het gewoon. Ja, sneller van naar buiten gaan, jongens. Maar... gooien mag niet. Straks in Joling en Gordon over de vloer. Ik ging echt een verre niet aan van, weet je, toch? Ik vind dat je dat niet kan maken. Drol, wie heb je gescheten? Waar kom jij dan vandaan uit Amsterdam-Noord? Ga die schuur in snel! Ik ben van mezelf geschrokken, gewoon. Klaar. Hou ons weg, please. Maar je kunt ons nog niet op een varkensboerderij neerzetten. Nee. Nou, is dat toch heerlijk? Twee nichten op een varkensboerderij, dan krijg je echt stront. Tot zo. De sfeer bij gastgezin Berends is nogal gespannen. Want Gordon snapt helemaal niets van de kookkunsten van Miranda. Ging ik echt een verre niet aan van, nee, toch? Nou, ik vond het op het randje. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja? Ja. Ik vind die mensen doen het zoals, dat is hun leven, hun koken zo. En dan respecteer je dat en eet je dat op. Maak je in ieder geval zo'n klein puddingje, maak je bordje leeg. En of het nou rauwe wortelen zijn of rauwe piepers, ik vind dat je dat niet kan maken. Drol, wie heb je gescheten? Waar kom jij dan vandaan uit Amsterdam-Noord? Je bent toch ook opgevoed tussen een vader en een moeder met 9 kinderen... waar alles van een leien dakje ging? Ja, maar dat ben je wel eens vergeten en dat vind ik niet goed. Dat ben ik helemaal niet vergeten. Nou, ik kon het gewoon niet opeten. Nou, ik denk dat Gerard meer de moeite neemt als Gordon. Ik zou zelf een schop onder een kont willen geven. Mijn nacht nog hier slapen in, dat doe ik niet. Het zal wel heel akelig klinken en verwend, maar ik doe het gewoon niet. Stel dat ze mee zouden vragen om 3 dagen in hun wereld te laten kijken en mee zouden laten draaien, dan zou ik dat nou niet doen. Ik heb er nog geen 3 vrije dagen voor over. Ik schrik eigenlijk een beetje van mezelf. Dan ben ik echt... Je hebt zo'n ontzettend verwend, rijk leven. Dat je gewoon hier niet meer, dat je hier niet meer tussen, dat kan gewoon niet. Nee. Maar het is toch zo? Het is toch een compleet andere wereld, dit? Alles ruikt naar stront. Geen woord gelogen. Geen woord gelogen. Haal ons weg, please. Nee, mannen. Zo gemakkelijk ligt het niet. De afspraak is 3 dagen meedraaien in het bedrijf en in het gezin. Dus hoe je het doet, doe je het, maar dat is de deal. Ik kan me echt niet heugen dat ik me zo gevoeld heb. Wat is dit voor een rotprogramma? Ik wil me helemaal niet zo voelen. In huis en met de dingen die we doen, kan ik niet zeggen dat we er last van hebben. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden, want je kan niet zoveel werk verzetten. Als je zo'n paar klunzen steeds in de gang moet zetten, dat schiet niet echt op. Maar ja, iedereen heeft zijn vak. Ik denk dat als zij voor 20.000 mensen moeten staan, dat ze flauw vallen. Kom eens, kindertjes. Een cadeautje voor jullie meegenomen. Ja, kom gezellig. Omdat we jullie zo ontzettend... Wat zien jullie er mooi uit? Hoe vind je dit, hé? We kregen allemaal jullie zo lief. Dat we jullie kamertje mochten gebruiken. We hebben allemaal cadeautjes. Jullie voor deze 10 voor jou. Oh. Kijk eens, Marijn. Wat een knappe kindertjes allemaal, hè. Oh, mam. Dat is een prinses. Oh, met de kop en schotel. Wauw. Kijk nou. Springt aan met muziek. Ik had het zelf al willen hebben. Nou, en die hakken helemaal. Ja. Zouden gaan 44. Gezellig. Jongens, dan gaan we naar de kermis. Kom. Hoe
moest jij hier optreden of zo, dat het zo rustig is? Nou, we zaten in de auto onderweg en toen zei Gerrit liep al de hele dag te zeiken dat hij naar huis wilde. Jij zegt ik trek het nu echt niet meer, je zat erdoor. Dat is niet waar. Je zat erdoor. Het is toch niet te geloven, jongen, we zijn er toch terecht gekomen. We hebben besloten in de auto dat we samen naar huis zouden gaan. En toen kwamen we die kermis op en toen werd dat idee alleen maar sterker. Jongen. Ik heb het even van hem afgeschoten. Hey! Ze worden moe. Hey, maar lieve schat, we moeten even tegen jullie zeggen. Gerrit heeft vannacht een oog dicht gedaan. Die is gebroken. Dus wat wij heel graag voor willen stellen is dat wij vanavond gewoon bij de ploeg slapen in het hotel. En dat we morgenochtend vroeg weer bij jullie zijn. Ik dacht twee nachten. Ja, we zijn gestruikeld op de finish. Dat is wel vervelend, hè? Geen woord aan gelogen, je hebt gelijk. Dat heeft echt niet aan die mensen gelegen, maar dat heeft aan ons gelegen. Ja, dat is ook zo. Klaar. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. We hebben al heel veel opgegeven. Dat was kort maar krachtig, dat wil zeggen. Ik trek zelf het boetekleed aan. Ik ben van mezelf geschrokken, gewoon klaar. En ik hou mijn hart vast voor het volgende gezin waar ik moet slapen. Ik had het nog niet meer verwacht. Dat ze zo opgeven. Ik dacht van, die laatste nacht die pakken ze er gewoon bij. Maar je kunt ons nog niet op een varkensboerderij neerzetten. Nee. Nou, is dat toch heerlijk? Twee nichten op een varkensboerderij, dan krijg je echt stront. Oh, ik vind het prima. Maar volgens mij weet ik niet. Ik heb mijn eigen badkamer terug. Met gierende banden zijn we. Romantische kamer? Ja, hij heeft die zonder douche en toilet. Gaan we met de lift? Dan moeten we lopen. Oh. Zo blij. Ik vind het helemaal goed. Ik ben helemaal blij. Ik ben nog nooit zo in mezelf gekeerd geweest als vandaag. Ik, die altijd zo extrovert ben en zo uitgesproken. Ik ben gewoon stil geweest. Een maskertje en een schoonheidsslaapje later, niet dat dat bij die twee veel helpt, gaan onze prinsesjes voor de laatste keer terug naar de stallen. Daar wacht een laatste, gruwelijk zware klus. Het voeren van de biggen. Is dit gewoon? Lommelkamp. Dat is voer voor de varkens. Dat is die pap. En dit is? Dat is korrel, melkkorrel. Ik heb heerlijk geslapen vannacht. En wat het meest belangrijk is, dat ik gewoon een lekkere douche had en een bad en die lekker dan op dat moment van jezelf is. Godkoleren. Ja, ik heb vannacht goed geslapen. Ik ben wel even wakker geweest, want we hadden natuurlijk een hele leuke kerktoren naast ons hotel staan. En die sloeg om ieder uur, maar ik werd 4 uur wakker. Ik heb geloof ik 3 kwartier wakker gelegen en toen heb ik weer heerlijk geslapen tot 1 uur of 8. Ga die schuur in snel, varken. Chocolademilkshake. Hallo kinderen. Oh, die lucht. Oh. Hey. Ik ben gewoon blij dat ik naar huis ga. Dat hoor ik zo ook niet. Hey, maar hoe hebben jullie het ervaren als ons gastgezin? Uniek. Ja? Ja, je weet van tevoren niet waar dat je aan begint, maar op zich is het wel een heel apart ervaring, ja. Dat is gewoon. We zijn natuurlijk ook wel een beetje verwend met z'n tweeën. Dat hebben we ook ons echt ter degen gerealiseerd de afgelopen dagen. Wanneer heeft u het eten kreeg volgens goed? Nee.
Nou ja, ik kook wel altijd zelf, Miranda. Kan je wel een paar tips geven? Nee hoor, nee, dat... Dan zie ik er zo uit. En die kan ik ook in mijn zak steken. Ja. Ik kwam aanrijden, het eerste wat we zeiden van, oh nee, kinderen. Daar hebben we helemaal geen last van gehad. En wij dachten toen dat jullie aankwamen rijden, oh nee, toch niet die Gordon en Gerard? Ja. Dat moet ik wel zeggen, wat dat betreft, als dat we jullie eigenlijk op televisie zijn, zien. Wij kijken niet zoveel televisie, hè, maar wat meestal is als jullie erop zijn, dan zappen we hem weg. Ja, er zijn er meer hoor. En die kunnen we ook in ons zak steken. Ja. Dan is op zich de omgang met jullie, die is ons wel meegevallen. En voordat we weggaan willen we toch nog even een blijvende herinnering aan jullie geven. Misschien dat je ooit nog eens een keer terug kan kijken en denken naar ons. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben zelf ook nieuwsgierig. Oh, wauw. Oh, David. Oh, leuk hè? Hey jongens, we gaan. Let's go. Oké. Ik heb nooit heimwee, maar ik heb nu ontzettend heimwee gehad. Ik wil altijd naar huis waar ik ook ben. Of ik in Timbuktu zit, of Indonesië, of Taiwan. Echt, ik dank God voor mijn blote knieën. Dat ik straks heerlijk mijn jongen in mijn armen kan nemen. Wij hebben er in feite aan meegewerkt. Gewoon dan hebben we die ervaring. Dat maak je weer een keer mee. Maar het is wel mooi als het geweest is. Ja. Dan zijn we weer heel gelukkig met ons eigen leven zoals we het zelf leden. Ja, jongens, het normale leven keert voor jullie weer terug. Ja, voor jullie ook. Ja, voor ons ook. Hartstikke bedankt. Heel bedankt. Tot ziens. De volgende keer moeten we echt een trailer hebben, hoor, Geert. Cool. Ik zeg alsjeblieft weg hier, Gerard. Even naar een frisse lucht rijden. Ik ben in staat om Miss Piggy nog een beurt te geven als ik hier blijf. Samen met je werkster, je krijgt het nog druk.